goede wedstrijd. Niet Zauberfleuten, toch? Don Giovanni. Nee, zeker niet. Dat is het niet. Is het een ouverture uit iets? Ja, van de Figaro. Ja! Yes! Yes! Lekker vrolijk. Figaro. Een bruiloft. Lacrimosa. Lacrimosa. Het Requiem. Ja, yes, zo mooi. Dit zit in de voorstelling, dit zit hè, met in het koor. Zeker. Met het koor, ja, ja. Klopt. Dit is het pianoconcert in F-dur. Nummer 23. Ja? Oh, wow. Oké. Okay. Ik zat op 21, maar... Dat is de ouverture Don Giovanni. Heel goed. Ja, ik hou heel erg van de Don Giovanni. Ik vind het heel mooi. En die ouverture. Dan weer met dat verhaal dat je tot de toneelschool hebt gezongen. Precies. Maar nee, dat ga ik nu niet. Dat heb ik al overal verteld. Nee, nee, nee. Maar ik heb dus die hele Don Giovanni gezongen. Ken je nog een stukje? La ci darem la mano, la mi direte si. Pa, 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 pa. Figaro. Pa, 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 pam. Niet Zauberfleuten? Nee, ik zeg de hele tijd maar niet Zauberfleuten. Is dat de Entführung aus dem Serail? Jullie hebben dit al gezegd. Figaro. Kleine nachtmuziek. Dit kleine is die... Oh. Hè? Turks Mars. Ik wil hier wel even vermelden, hij speelt Mozart. Maar dat is heel moeilijk, want je hebt een soort, met de linkerhand heb je een soort... Het is ook heel modern. Vram. Pa-pa-pam, pa-pa-pam, pam-pam, pam-pam. Dat is de vramtechniek. Ja, Zauberfleuten. Zauberfleuten. Nou Mark, jij hebt verloren. Precies. Maar het stuk win ik natuurlijk. Dat is waar, ja. Oh, dat ga je alvast verklappen. Nee, maar we zijn aan het repeteren. We gaan vandaag het eind repeteren. Ja. Er zit natuurlijk heel veel muziek in, zoals we net hebben gezien. Komen de muzici erbij? Ja, de 13 muzikanten. Ja. Dus daar zijn we nu. Wij moeten weer aan de slag. Dag. Tot ziens.